van harte welkom hier in de Red Bull Arena in Leipzig. Bij deze, ja, op papier veelbelovende wedstrijd. Mijn collega Jeroen Guter en ikzelf, ik ben Siert de Vos, zullen het commentaar voor u verzorgen. Gaan kijken naar hopelijk een mooi duel. Dit is Oostenrijk tegen Wales. Ja, zie het. Er is geen enkele reden tot klagen. We gaan lekker naar twee teams kijken die er hopelijk iets moois van gaan maken. En dan zitten we ook nog eens een keer op een plek waar we altijd heel lekkere hapjes krijgen. Dank aan alle fans hier in de Red Bull Arena. Ik wens je veel vergnügen bij diesem Spiel. De eerste helft is begonnen. Daar gaan we. David Alaba. Hij komt nu dichter in de buurt van het doel van de tegenstander. Nu is hij kwijt. Stevige tackle, maar voordeel gegeven, juist. Ik vind het een prima beslissing. Hij neemt de bal op de schoen. Schot weinig, maar dat schot gaat naast. Joe Allen. Daar op de vleugel is nu wat ruimte. Hij glijdt naar de bal en herovert balbezit. Jeroen, deze Marco Arnautovic kan een belangrijke rol gaan spelen. Wat mogen we verwachten van deze krak? Tja, hij is de spil waar dit team om draait, hè, zie je het? Dit is de man die de lakens uitdeelt. Hij brengt zijn ploeggenoot in stelling. Joe Allen. Hij stoomt verderop. Hij onderschept deze bal. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Die moet erin, hoor. Prima redding, hoor. Bal op de paal. Koek, koek en weer terug het veld in.
Oh, wat scheelt het. Hij had zijn ploeg bijna op voorsprong gebracht. Ja, het lijkt wel alsof er een vloek op rust. Ja, een schot. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork, mooie goal. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Na die tackle is hij de bal kwijt. Oh, wat een kans! Niet goed gedaan dit, zeg. Zo maken ze een einde aan de dreiging. Kijk. Dit is een scheidsrechter. Die snapt het. Hij laat gewoon doorspelen. Lijkt me een juiste beslissing. Misschien wel een ABC'tje. Aangeraakt en dus een corner. Hij neemt hem kort. Bal naar de spelers in het centrum. Als ze nu schakelen, is een counter mogelijk. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Hij dacht, ik waag het er een keer op. Waar is die doelman? Hier volgt een politiebericht. De politie is op zoek naar een doelman. Ja, hopla, doelpunt! En die zit. Waar is de doelman? Niet in het doel zo te zien. Dus die bal gaat er zonder problemen in. Ja, zo'n kans. Die mag je natuurlijk niet meer missen. Joe Allen. Dat is geen geweldige paas. En dus balverlies. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Hij laat gewoon geen doelpunten. Arnautovic. Hij probeert hard uit te halen. Maar hij vergeet die bal te drukken. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. En dat betekent dus een vrije trap. Dat is een goed blok. En dat is een penalty. Als deze erin gaat, is het verschil weer 1. En raak vanaf 11 meter. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2-1. Hij ontsnapt, hij moet scoren! Ja, die tellen we hoor! En ze leiden nu met 2 doelpunten verschil.
Ja, dit kan eigenlijk alleen maar als je exceptionele individuele kwaliteiten hebt. Hij creëert het helemaal zelf. Een prachtige individuele actie waarbij de tegenstander niet eens in staat is om aan de noodrem te trekken. En we hebben nu een stand van 3-1. Ruimte op de vleugel. En nu een inworp. Nog steeds op weg naar het doel. Een zwakke voorzet. De keeper brengt eenvoudig redding. Vanaf die positie is een counter mogelijk. Alle ruimte aan de rand van het veld voor Marko Arnautovic. Boer, die gaat er bijna in. Lekker geraakt met het hoofd. Ja, maar laten we ons even focussen op de redding. Die mag er ook zijn, hoor. Coach wil een andere speler gebruiken. Voor het doel gegeven. Dat is maar half werk. Gevaar is nog steeds niet geweken. Baumgartner. Hij laat de verdediger achter zich. Ja, goed. Tegengehouden. Ja, dat is een strafschop, toch? Schitterend keeperswerk, vakwerk. Hij pakt deze bal alsof hij wist waar hij naartoe ging. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Oh, de doelman doet niet mee aan het feestje. Nee, wat denk je? Hij had graag nog een doelpunt gemaakt, maar deze keer lukt het niet. Voor het doel gebracht. Hoi, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Heel sterk, als een huis dat blok. Gefloten voor een strafschop. Zo, daar zit hij goed bij, zeg. Ze komen weer in balbezit. Campbell. Echt een schitterende tackle. Is denk ik een counter mogelijk. Mooi hoor, hier kun je toch ook van genieten. Dit is prachtig gefloten, hij geeft voordeel. Ja, want het was natuurlijk gewoon een overtreding. Hij krijgt er wat ruimte op de flank hoor. Daar klinkt het fluitje van de scheidsrechter. Vrije trap. Hij trapt de bal voor het doel. En hier geeft de scheidsrechter voordeel. Hij schat de situatie goed in, vind ik. Veel te makkelijk de bal verspeeld. De vierde official zegt dat er 3 minuten blessuretijd bij komt. En de bal kwijt. Nog steeds aan het dribbelen op weg naar het doel. Kan er zomaar in. Uitstekend verdedigd hier. Schotkans verijdeld. Kijk, dit is een scheidsrechter. Die snapt dat hij laat gewoon doorspelen. Lijkt me een juiste beslissing. Misschien wel een ABC. De eerste helft is voorbij hoor. We horen de scheidsrechter fluiten.
Ja, deze speler legt vandaag een prima wedstrijd op de mat. Als hij zo speelt als vandaag, ja, dan ben je als verdediging van de tegenpartij niet blij. De doelman kon al een keer de bal uit het net vissen, maar deze aanvaller wil meer. De tweede helft. En we hebben afgetrapt. Op de flank zien we nu de ruimte liggen. Met de bal naar binnen. Campbell! Hij laat gewoon geen doelpunt. Corner voor het doel gebracht. Zijn schot wordt aangeraakt. Ik zie hier mogelijkheden voor een counter. Zien zij ze ook. En gescoord in een leeg doel. Ja, vanuit welke hoek je de situatie ook bekijkt, het blijft gepruts in het kwadraat. De verdediging in geen velden of wegen te bekennen. We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. De keeper bokst de bal weg. Lekker om daar die bal te pakken. En die gaat op de stip. Hij schiet hem net over. En hij komt eruit met de bal. Ja, dat is een mooie verre ingreep die de angel uit de aanval haalt. De scheidsrechter fluit niet en geeft het voordeel aan Bale. Er ligt ruimte voor de counter. Zag er goed uit hoor, die counter. Maar ze verliezen de bal. En de scheidsrechter fluit. Ze krijgen een vrije trap toegekend. Als paas onderschept hij. Wilson. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Geweldige defensieve actie. Ja, op het doel. Er zit iemand tussen. De scheidsrechter geeft voordeel en laat doorspelen. Mooie onderschepping. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Hij gaat er nog bijna in ook. Oh, moeilijk hoor, vanuit deze hoek. Ja, dat was wel heel moeilijk hoor. Om dat voor elkaar te krijgen, dan moet je bijna geometrie hebben gestudeerd. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Zo verliezen ze de bal door die ongelukkige paas. Kunnen ze dit snel uitspelen?
Het leek of de counter schade kon aanrichten. Maar ze raken de bal kwijt. Oh, een gevaarlijke steekpas, zeg. De doelman maakt zich groot. Knappe redding. De paas wordt onderschept. De speler krijgt hulp. De speler verovert de bal met een uitstekende sliding. Oh, wat een schotkans. Ja, die gaat erin. Wat een overtuigende wedstrijd. Het verschil is nu 4 treffers. Hier is telraam journalistiek nodig. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. En dan is het een kwestie van de verdediging afschudden. Niet al te eenvoudig, maar het lukt. En de kans die vervolgens ontstaat, wordt verzilverd. 5-1. En we voetballen weer verder. Daar op de vleugel is nu wat ruimte. Oh ja. En de aanval onschadelijk gemaakt. Wie roept deze dribbel een halt toe? De keeper kan de bal zo vangen. We hebben nog 20 minuten te gaan. Als hij uithaalt, zit hij. Wilson, wat een geweldige bal. Sommige spelers kunnen dat zo goed, hè? Een bal met veel gevoel en precisie voor het doel leggen. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie, hè? De score bij deze aftrap is 5-2. Houdt u het allemaal nog bij? Daar op de vleugel zien we de ruimte. Doorgebroken met de bal. Paats tegengehouden. Hij heeft hem van zo dichtbij op het doel gewerkt. Oh, wat zat hij er goed bij, zeg. Snel, heel snel, bliksemsnel gereageerd op die inzet. Hoekschop in het centrum geplaatst. Knap gevangen door de keeper. Klem vast. Raakt hem nu kwijt. Gareth Bale. De scheidsrechter hanteert de voordeelregel. Dat is correct. Goed hoor. En nu volgt er alsnog een vrije trap. Na die tweede overtreding. Er komt een wisselspeler het veld. Wechsel bij Oostenrijk. Niet meer op de plaats. Die nummer 19, Christoph van Dijk. Mooi gewerkt, die nummer 19, Hannes Wolf. Einde balbezit. Tackle op eigen helft loopt goed af. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak.
Mooie bal hoor. Gevaarlijk steekballetje. Bale. En zo is die aanval ten einde. Goed gepakt die bal. En er zit iemand tussen. Hij geeft een strafschop. Ze kunnen hier de nekslag toebrengen. Hij schiet die bal ver naast. Wechsel bij Oosterhout. Van Veldgegangen. Die nummer 9. Sascha Kalajdzic. Neu op het veld. Die nummer 10. Kani Onisivo. Het andere team weer aan de bal. En de scheidsrechter fluit niet. Geen voordeel na die onreglementaire tackle. Hannes Wolf. Met de ruimte op de flank. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Nou, deze kan wel nog een keertje terugzien hoor. En met name die voorzet. Want die is tot in de puntjes verzorgd. En nog voordat de bal op de grond ploft, heeft hij al uitgehaald. Verwoestend, mag ik wel zeggen. Ja. Dit is een staaltje van techniek dat zijn weerga niet kent. Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld. Nu ze de voorsprong nog groter maken. Hij pakt de bal af met een knappe actie. Gareth Bale. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. We krijgen er 4 minuten bij. Bale. Hier komt de kans voor Gareth Bale. Ja, mooi. Die bal geblokkeerd. En die gaat op de stip. En tegen het netje die strafschop. Dit soort penalties, die zijn bijna niet te stoppen. Laag in de hoek, hard, is niet te doen voor een keeper. Of je moet met volle overtuiging de hoek ingaan. We spelen verder en de score op het bord is 6-3. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Knap gepakt door de keeper, hoor die bal. Met die tackle komen ze weer aan de bal op de helft van de tegenstander. Gered, maar de dreiging is er nog steeds. Zo zijn we aan het einde van de wedstrijd gekomen. Ze winnen hier in eigen huis. Nou, dit was nog eens ouderwets klit, klat, kladderum. Ze hebben de tegenstander alle hoeken van het veld laten zien. Deze zege is zo duidelijk als wat. Wat jammer dat ze een geweldige spel vandaag niet de doorslag gaf. En dat ze dan toch die wedstrijd nog verliezen. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en
Ja, dan heb je natuurlijk een cruciaal effect op de uitslag.